Ik ben Alcilla en ik sta op de kandidatenlijst voor de Piratenpartij voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Ik sta hier vandaag bij Amsterdam Centraal Station. En binnenkort wordt dit verboden terrein voor onbevoegden. Dat zit namelijk zo, de poortjes worden afgesloten en zonder geldige OV-chipkaart kom je er niet meer doorheen. Niet alleen dat, er hangen ook nog eens een ziljoen camera's door het station heen, die alles en iedere beweging van iedereen de hele tijd registreren. Inclusief facial recognition. En om mensen daarvan bewust te maken, ga ik vandaag deze posters ophangen. Maar dan wordt hier overal gefilmd. Ja, maar anders gaan we je camera op slag nemen. Helemaal maar je staat zo overal camera's? Ja, maar dat zijn andere camera's. Zou jij mij niet willen filmen, vriend? Hallo? Mag je me uitzetten? Ik wil niet opgenomen worden. Ik wil Arnie gefilmd worden, dus mag je me helemaal wissen? Anders had ik niets erbij. Nou, laten we maar gaan dan. Dat was vrij bizar. Daar hangen dus een ziljoen camera's overal, maar wanneer wij een cameraatje meenemen, dan wordt de politie er gewoon bij gehaald. Nou, ik vind het gewoon out of this world. Goed. Helaas is dit niet de enige plek in Amsterdam waar de regeldrift zo hoog ligt. Ik stel voor dat we even gaan kijken hoe het er in de rest van Amsterdam mee gesteld is. Op de wallen en hier lopen mensen rond die wel vinden dat ze iets te verbergen hebben. Helaas gaat dat een moeilijk verhaal worden, want ook hier hangen duizenden camera's die alles registreren. Nou zou je kunnen denken dat je als Amsterdammer niet zoveel te verbergen hebt, en dat kan kloppen, maar helaas zijn er overheden in de wereld die het een stuk minder prettig vinden als hun burgers hier alleen al doorheen lopen. En wanneer die informatie op de verkeerde plekken terecht kan komen, dan kan het wel eens de doodstraf betekenen. Daarom ga ik dit bordje ophangen. Dit waren maar een aantal kleine voorbeeldjes van hoe de overheid ons continu overal nauwlettend in de gaten houdt. En het is genoeg geweest. Ik zou zeggen, print de stickers uit, ga naar onze website en download ze. Plak ze overal op, want ook jij hebt het recht om te weten waar je allemaal bespied wordt.